Playerpick. Ik heb geklikt. Het is... Ja, mensen, daar gaan we. Je hebt de juiste video aangeklikt. Dank jullie wel. Ik zou jullie niet teleurstellen. We gaan een zieke speler packen. Dat kan ik alvast verklappen. Niet vertellen welke speler dat is. Abonneer eventjes. Abonneer nou gewoon. Like de video. Het is het waard. Help me naar de 101k abonnees. Ik sta echt belachelijk lang stil op de 100k. Like what the fuck? Ik moet door. Daarom, help me. Abonneer even. Yo, abonneer even. Leuke video. What's good? Hoe is het met jullie? Ja, jaaroverzicht playerpick. We gaan hem gelijk even taggen als favoriet. Top, dan komt hij precies hier te staan. We gaan even kijken of ik nog wat packs voor jullie heb. Ik twijfel heel erg om de Rafael Varane SBC te doen. Maar mensen zeiden ja, je hebt, hoe heet die man? Ruben Dias, Team of the Year, die beter is. Je hebt Maldini die je nog kunt doen. Ja, is het dan handig om Varane te doen? Ik heb natuurlijk heel veel coins al weggegooid, omdat ik natuurlijk die... SBC's, die Icon SBC's heb gedaan en precies niemand heb gepakt. Maar dan echt precies niemand. Sorry voor de agressie. Sorry. Maar, we gaan even kijken. Ik wilde dus Ruben Dias eventjes laten zien. Dat is een mogelijkheid. En dan moet ik heel even zijn Team of the Year aan vinken. Ja. Want als je kijkt naar die stats. Ja, gruwelijke stats. Gruwelijke stats. Wat is die? Nou, is oké. Ze zijn ongeveer hetzelfde waard. Dus wat zeggen jullie? Varane of Ruben Dias? Laat het weten in de comments. Ik wil ook nog iets anders gaan doen. Dat wil ik van jullie weten. Ja, Sol Campbell packte ik. Wat? Error gewoon. Wat heb ik aan hem? Sol Campbell is untradable. Hakimi is untradable. Fofana is untradable. En Ginola. De rest is tradable. Donnarumma is ook tradable. Kan weer weg. Nou, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Pas als je een full Team of the Year team hebt, dan voel je echt dat het een Team of the Year kaart is. Maar verder maakt niet zoveel uit. Nou, jullie hebben het gemist. Mijn eerste Team of the Year kaart van het jaar. Wauw. En nee, we hebben hem niet gepakt. Ik had hem gewoon gekocht. Gewoon meegespeeld. Ik moest even een keeper hebben. Weekend League gespeeld. Je kent het wel. Dus, nou, we hebben dus een Team of the Year speler in het team. Ja, gloednieuwe video. Heb je zin in de jaaroverzicht player pick? Want ik ga een zieke speler pikken. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik ben verified op YouTube. Dat is ook heel erg tof. Laten we beginnen met de SBC, de player pick. En ik heb er zin in, man. Ik ben heel erg benieuwd. Let's go! Ga hier goed voor zitten. Ik heb een aantal packs voor jullie gespaard. Er zitten upgrade packs bij. Packs van de doelstellingen. En ik heb het idee, ik heb het gevoel dat we een Team of the Year gaan packen. Even kijken. Los van mijn draft token pakket. Spelen er eigenlijk mensen? Spelen er nog mensen draft? Ik weet het niet. Even kijken. Dit zijn de packs die we hebben. League Premium spelerspakket. Premier League 3 spelerspakketten. Wat heb ik nog meer? Ja. Daaruit ga ik Cristiano Ronaldo packen, man. Dat is gewoon wat het is. 17 packs. En daarna de jaaroverzicht, de player pick. Ja, oké. De slechtere packs heb ik nu gehad. Die kwamen uit uw doelstellingen. Oké, dit zijn die Premier League 3 spelerspakketten. Zou zomaar kunnen. Blauwe flare, gek doen, walkout. Wow. Walkout. Franse vlag, spits. Nee. Pogba. Folder. 87 rated. Top. Zit daar nog iets achter? Altijd goed voor die SBC's. Mooi meegenomen. Lusu. Oké, uit 18 packs. Pogba het beste. Maakt niet uit. We gaan naar de jaaroverzichten. Player pick. Alright, dit is hem. 85 rated squad. 55 chemistry. Geen informkaarten. Laten we hem invullen. Snel. Kane is de speler die ik nodig heb. Dan heb ik 85 algemeen. Qua beoordeling en genoeg chemistry. Hoeveel kost Kane? Hij is 90 rated. De mensen die mij via stream, via de livestreams altijd volgen, die weten dat ik altijd Kane koop als ik een SBC doe. Altijd. Dezelfde spelers komen steeds weer terug. Is lekker makkelijk toch? We zijn lui en zo. Hoeveel kost Kane? Hallo. Kane. 40k. Er stond er eentje. Hij stond er voor 30k op, maar dat was een... Ah, nou ja, goed. 44,5 ook niet. Ook niet. 45k. Jawel. Oké, Kane is binnen. Het team is cool. Toch lekker dat ik Pogba had gepakt. Snel. Oké, jaaroverzicht spelerskeuze. Goed, we gaan het zien. Playerplik. Hij is er. Hier ga ik niet voor staan. Ik ga hier wel goed voor zitten. Dat heb ik nog op de transferlist. Bro. Deze is wel lacking. Gewoon 86 inform Zeko heb ik hier nog. Hoeveel ben jij waard? Is toch lacking? Ook deze spelers. Toch lacking, bro. Maakt niet uit. Playerplik. Ik heb geklikt. Het is Cristiano Ronaldo! Ronaldo! Let's go!
Laat me gek doen. Cristiano Ronaldo. The man himself. I know, man. Besef, deze blijheid is gewoon alsof ik zijn team of the year heb gepakt, man. Ik ben 25, maar ik schreeuw als een kind van 14, 13. Maakt me niet uit. Hij is er. Is ook nog mooi dat ik Kanté hier zie staan. Nou, ik loef die man. Kanté, ik loef jou sowieso ook. Wauw, Cristiano. Ah, dit is lekker. Winning. Oh joh, kijk hem staan. De twee Cristiano's. Dit is de leenkaart. Maar ik heb hem nu gepakt. Ay, wat gaan we doen, man? Wat gaan we doen met het team, jongens? Dan moeten we eigenlijk wel weer om Cristiano heen bouwen. Maar hoe? Zo, op CM. En dan, ja, iemand op linksback. Maar we moeten weer even kijken hoe, wat we hiervan gaan maken. Maar het mooie is, we hebben hem wel gepakt. Dat is wel lekker. Het is niet Team of the Year kaart. Maar als jij die player pick doet, dan wil je deze man sowieso bij één van die drie spelers. En dat is gebeurd, jongens. Is gebeurd. Dus. Cristiano Ronaldo, the man himself, Mr. Su. Su. Als je die video niet kent, als je hierop cringed, dan hou je niet van lachen, man. Dan heb je geen humor, toch? Ach, lekker dit. Te mooi, jongens. Te mooi. Dank jullie wel voor het kijken. Like deze video voor Cristiano, the man himself. Super nice. Abonneer even als je nieuw bent. Zet dat belletje aan, zodat je niets mist. Als je meer van dit soort content wilt zien, zorg dat je erbij bent. Dank jullie wel, jongens. Ik ben nog hyped, maar dat maakt verder niet uit. Mijn stem slaat over, maar ook dat maakt niet uit. Hou je rustig. Ciao, ciao. Peace! Close doors, I'm a fool for your love.